Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals je ziet, heb ik geen make-up op. En dat komt, zoals je ook al aan de titel kan lezen. Ik ga vandaag een Get Ready With Me opnemen. Ik heb er heel zin in, want jongens, vanavond ga ik samen met Amee naar Drake. Ik ga mezelf klaarmaken om straks naar het concert te gaan. We gaan naar Drake. En ik heb er echt heel veel zin in. Drake is echt een beetje mijn crush. En ik heb hem nog nooit gezien. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe zijn concert is. En ik denk dat het echt een hele toffe vibe is. Ik moet ondertussen wel even in de spiegel kijken. Dan zie ik natuurlijk niks, hè. Anyways, ik ga dit even laten intrekken. Even een ander liedje. Ik ga dus mijn make-up doen voor als ik naar een concert ga. Ik ga denk ik dit aandoen. Off-shoulder met jeans, hakken en een jack. Ik heb via Instagram gevraagd of jullie liever random praten Get Ready With Me's zien. Of echt dat ik jullie vragen beantwoord. En de meesten zeiden dat ik random moest praten. Dus ik ga random praten. Soms is het wel fijn om zeg maar questions te hebben. Want dan heb je tenminste een soort van... Ik weet namelijk echt niet waar ik het over ga hebben. We kunnen zien. Oké, ik ga beginnen met concealer. Because de wallen zijn dik aanwezig. Maar echt dik aanwezig. Dus dat gaan we eventjes fixen. Ik vind het zo kut. Zeg maar, ook al slaap ik goed, ik heb toch altijd wallen. Volgens mij is het echt gewoon sinds mijn geboorte. Ik zweer het. Zelfs op babyfoto's heb ik wallen. Allereerst wil ik met de deur in huis vallen en zeggen dat ik mijn scriptie heb ingeleverd. En I'm stressing out. Maar ik heb hem ingeleverd en ik hoor pas over een paar weken of ik hem heb. Ondertussen heb ik ook gewoon nog andere vakken. Dus dat is wel een beetje kut of zo. Ik snap ook echt niet dat onze school zeg maar scriptie doet. En dan ook nog andere vakken daarnaast. Terwijl op andere scholen heb je gewoon het eerste half jaar heb je andere vakken. En dan daarna heb je gewoon scriptie. Dus het is een beetje warrig. Maar goed. Hè? We have no choice. Dus we moeten er maar mee dealen. Dus ik ben ondertussen nu gewoon andere vakken aan het doen. Gaat echt nergens over. Maar ik ben in ieder geval blij dat nu even de scriptiestress achter de rug is. En ja, dat ik weer een beetje video's voor jullie kan maken. En ik mis het heel erg. Ik ben zo in love met mijn foundation. Hij is van de Fenty Beauty collectie en het is echt amazing. Echt amazing. Dus Rihanna, je hebt het goed gedaan, vriendin. Ik ga een beetje natuurlijk wat extra doen dan wat ik normaal heb. Omdat het natuurlijk een concert is. En dan ga je zweten. En foto's maken en dansen. Dus ik ga een beetje meer doen op mijn face dan wat ik normaal doe. Heb je het trouwens ook altijd dat als je naar een concert gaat, dan luister je zeg maar dagen van tevoren je muziek en dan probeer je alles uit je hoofd te kennen. Dat heb ik wel, maar bij Drake heb ik het niet. Ik ken heel veel nummers, bijvoorbeeld de eerste twee compleet of zo en het refrein ken ik. Maar van sommige, nee, ken ik echt niet alles. Ik heb hier trouwens de setlist. En hij gaat gewoon deze doen. Als dat echt zo is, hè. Ik word helemaal gek in mijn hoofd. Dit is gewoon het tune van Take Care album. En ik ben echt obsessed met dat album. Ik ben ook naar The Weeknd's concert geweest. En dat was echt... Dat was zo goed, zeg maar... Ik had gewoon heel de tijd kipvel als hij zong. Echt zo goed kon hij live zingen. Oh ja, ik had dus over school. Ik dwaal af. Ik had over school. Dus ik heb mijn scriptie eindelijk ingeleverd. Dat is wel echt super, super fijn. Maar ik heb dus andere vakken. Dus daar ben ik nu mee bezig. Ik kan gewoon echt niet wachten tot ik gewoon helemaal klaar ben. Afgestudeerd. Echt. Want begrijp me niet verkeerd. Ik vind school echt wel leuk. Maar gewoon na 4 jaar ben je het gewoon zat. Gewoon als je in je laatste jaar zit, dan leer je ook niks meer nieuws. Je leert... Ja, het is gewoon niet leuk. Dus ik merk wel aan mezelf
dat als ik even extra laag, ja, je weet het zelf. Ik merk wel zeg maar aan mezelf, als ik zoveel zeg maar, stress ervaar voor bijvoorbeeld schooldingen. En dan heb ik het eindelijk ingeleverd, dat ik dan een soort van echt een week of langer nodig heb om gewoon even bij te komen. En dat een soort van de stress eruit gaat. En dat gaat altijd gepaard met ziek zijn of dat ik me niet lekker voel of ja, ik weet niet. Ik heb gewoon letterlijk deze maanden gewoon letterlijk elke dag aan scriptie gewerkt. En dat is gewoon echt, ja, op een gegeven moment ben je dat echt gewoon zat. Dus dat vind ik wel lastig mee om te gaan. Want vorige week kon ik natuurlijk gewoon uploaden. Maar ik had gewoon echt niet de energie en de zin eigenlijk. Ik had wel heel veel zin in, maar het kwam er gewoon niet uit. Kennen jullie dat? Dat je zeg maar gewoon op bent. En dat je gewoon geen zin hebt meer of zo. Dat je gewoon even zin hebt in niks. En echt, ik ben altijd zo druk bezig en zo. Dus het is voor mij wel heel moeilijk. Maar ja, zoals ik al eerder zei. Ik heb liever dat ik echt kwalitatieve video's maak. Dan dat ik video's maak waar ik niet trots op ben. Hallo. Ik ben alles kwijt. Waarom dit? Ik ga het nu afpoederen. Dit is trouwens echt mijn favoriete MAC was. Dit is een Kabuki. Look. Dit is echt de best. Ik heb deze echt al heel lang. Oh ja, dit nummer. You'll use the call me on my cell phone. Doe doe. Ik weet echt niet meer waar ik het over had. Maar het maakt niet uit. Oh ja, dat ik die week had en dat ik dan even weer moet opladen soort van. En meestal, als ik dat doe, dan ga ik even mattifiëren. Maar meestal als ik dat doe, ga ik lekker lezen. Ga ik bijvoorbeeld naar een vintage winkel. Ga ik lekker met mensen chillen waarvan ik hou. En gewoon lekker tijd voor mezelf nemen. Mijn huis cleanen. Ik heb echt, oh my god, ik heb echt heel mijn huis gesorteerd. Ik heb weer, daar staan 3 hele grote vuilniszakken met kleding die ik ga weggeven. Want het is gewoon echt, ik heb gewoon die dingen niet nodig. Ik draag ze niet. Dus het slaat helemaal nergens omdat ik die nog heb. Ik verkoop natuurlijk ook gewoon dingen die ik nog wel, die ik bijvoorbeeld nog best wel nieuw heb, maar alsnog niet draag. Ik heb het echt heel vaak, dan koop ik iets en dan draag ik het alsnog niet. Of een paar keer. Dus hieronder zal ik wel eventjes mijn United Wardrobe zetten. Dus als je interested bent, dat ken, dan kun je even spullen daarop kijken. Volgens mij ben ik echt al zo lang niet naar een concert geweest. Wacht, wanneer was de laatste keer een concert? Even denken. Even vast niet mijn lips. Die kosten, hè? De jaar draai. Maar ik was naar. Oh, ik mis trouwens mijn ring. Wacht. Ik ben een beetje chaotisch vandaag, merk je het? Mijn laatste concert was Fans Joy. Dat was met Jasna heen gegaan. En daarvoor was Beyoncé en Jay-Z. Oh my god, het was echt amazing. Maar ik had. Kijk, het is natuurlijk gewoon Queen Bee, maar ik had gewoon niet verwacht dat zij in het echt zo goed kon zingen, zeg maar. Ik had wel verwacht, ik weet niet. Je ziet haar natuurlijk altijd op tv en dan denk je, ja, het is mooi. Maar in het echt is, nou, echt sick gewoon. Ik vraag me sowieso echt af naar welk concert ik al ben geweest. Oh my god, ik ben naar best wel veel concerten eigenlijk geweest. Even denken, ik ga even bedenken. Ik ben naar Fans Joy geweest, Beyoncé, Jay-Z, Rihanna. Ik doe trouwens nu blush op. Dit is ook echt mijn fave van MAC. Even kijken. Oh, ik kan niet eens meer lezen, joh. Oh ja, Melba Matte volgens mij. Deze. Voor de peachy vibes, hè? De peach pink. Nee, ik vind deze echt een super mooie kleur. Want het is zeg maar roze en zeg maar perzikkleur tegelijkertijd. Dus dat. Voor de mensen die me al langer kijken. Vroeger, misschien een jaar geleden, droeg ik eigenlijk alleen maar contour. Dus ging ik altijd helemaal contouren en zo. En nu vind ik het veel mooier om een beetje gewoon blush op te doen. Ik vind het echt veel natuurlijker, zeg maar, dan het gecontour. Ik dacht, omdat we natuurlijk naar Drake gaan.
Heb ik die kast weer niet. Oh my god. I'm not prepared. I'm not prepared. Ik vraag me echt af hoeveel mensen echt highlighter dragen. Zeg maar dagelijks. Ik draag het echt alleen bijvoorbeeld met uitgaan. Of nou zelfs dan niet altijd. Of bijvoorbeeld naar dit soort dingen. En concerten. Shine bright like a diamond. Oké. What is next? Mascara would be great. Ik heb trouwens nieuwe mascara. Dit is de L'Oreal Waterproof. Zo, ik kan het niet uitspreken. L'Oreal Waterproof False Lash X Fiber Extreme Resist. Dan weet ga je dan ook weer. Anyways, mij is echt super fijn. En je hebt dus twee kanten. De eerste stap is deze. En dan aan deze kant heb je de tweede stap. En ik vind ze echt zo mooi. Mijn wimpers. Ik heb helemaal geen nepwimpers nodig, joh. Ik merk echt bij mezelf dat ik gewoon best wel chaotisch ben. Oh ja, ik was aan het denken naar welk concert ik allemaal was geweest. Maar ik ben dus naar Lady Gaga geweest. Rihanna. Rihanna was echt de best. Ook echt. Het was echt super, super leuk. Wat nog meer? Justin Bieber. Ik ben naar Justin Bieber geweest. Dat was ook echt heel leuk. Alleen hij zong niet heel veel live. Dus dat was wel een beetje jammer. Nou, The Weeknd. Nou, dat waren wel zeg maar echt de meest belangrijke die me zijn bijgebleven in ieder geval. Het is trouwens vandaag maandag en deze video komt op woensdag online. Dus ik denk dat ik nog wel misschien snaps of zo of video's die ik met mijn telefoon ga filmen hierin ga doen. En dan kunnen jullie zien hoe het was uiteindelijk, het Drake concert. Ik dacht nog aan om eyeliner op te doen. Maar dat is nu te laat. Dat kan nu niet meer. Ook vorig jaar. Ik ben echt heel erg veranderd met mijn make-up. Vorig jaar droeg ik ook elke dag eyeliner. Elke dag. Dus dat is ook wel heel erg grappig dat ik dat nu ook niet meer doe. Maar ik vind dat ik gewoon een veel meer openere... Openere, zeg je dat zo? We gaan gewoon even op die take care vibe. Komt helemaal niet vanavond, maar oké. Okay. I don't care. I don't care. Oh, dit album. Dit album heb ik echt plat gedraaid vroeger. Dit album was in 2011. Oh my god, 2011. Hoe oud was ik in 2011? Dat is 8 jaar geleden. Dus ik was... Ik ben niet goed in hoofd rekenen. 23 min 8 maanden. 15. Dus ik 15. Ja, ik doe dan, hè. Nee, ik was toen 15. Wat deed ik toen? Ik zat toen nog op de HAVO. In mijn derde of vierde jaar. Doing things. Ja, dat is a long time ago. Jongens, ik word dit jaar 24. 24? Mijn hemel. Ik krijg echt nog zo vaak comments onder mijn video dat mensen denken dat ik 16 ben of zo. Maar dat zie ik gewoon echt niet. Ik snap gewoon niet dat je dat kan denken. Ik zie er niet uit als 16. People. Maar ja, ik moet je wel zeggen. Kijk, de meiden van toen ik 16 was, zag er niet zo uit. Zeg maar, het was gewoon geen ding. You know? Nobody really cared hoe je eruit zag toen. En ik zelf ook niet. Maar nu... Die doe ik er. Oeh, die highlighter. Ik hoop echt dat jullie het zien, want het is echt pretty. We gaan door met de wenkies. Wel, ik vind het echt heel moeilijk om, terwijl ik mijn make-up doe, te praten. Omdat ik gewoon moet focussen dat ik geen domme dingen doe. Dat ik niet opeens een unibrow of zo heb. Zie, ik kan het gewoon niet. Jullie waren uitgevallen. But welcome back. Welcome back to the show. Ik zit trouwens wel echt over mijn outfit na te denken. Want het is best wel koud. Dus ik dacht, misschien kan ik gewoon een kooltrui hier overheen doen. Maar ik weet niet waar ik het ga leggen. Want Emeen en ik hebben staanplekken. Dit is trouwens het eerste concert dat ik staanplekken heb. En I'm shitting myself. Want ik ben echt klein. Dus ik doe sowieso hakken aan. Maar ik ben gewoon bang dat ik word geplet. Of dat ik het gewoon niet ga zien. En dat vind ik echt heel kut. Dat zou ik echt heel kut vinden. Maar ja, het podium is meestal hoger. Dus I'm fine. You know, ik denk dat ik het wel ga zien.
Ik weet nou niet of het voor Amé ook de eerste keer is dat zij Drake ziet. Volgens mij niet. Volgens mij is het al een keer geweest. Nee, ik weet het niet meer. Kut. Ze gaan nu deze video kijken en dan denk ze echt, oh, ik ben nooit geweest. But I forgot, I'm sorry, ik weet het niet meer. Eén wenkbrauw is done. One more to go. Je weet wat ze zeggen, hè? Je wenkbrauwen zijn zusters en geen twins. Wat zegt ze nou? Ze zijn vriendinnen, geen zussen of zoiets. Zoiets. I was making a point, maar nou, doet er ook verder niet toe. Ik weet niet of ik vaker dit soort video's ga maken dat ik geen onderwerp heb, want echt, ik ben echt maar wat aan het lullen. Gewoon wat in me opkomt, maar blijkbaar vind je dat chill of zo? I don't know. Echt vet gefocust, hallo. Ik ben trouwens echt benieuwd of ik veel van jullie ga tegenkomen vanavond. Misschien gaan jullie wel naar de andere dagen, of misschien ga je helemaal niet, hou je helemaal niet van Drake, dat kan natuurlijk ook. Maar als je me tegenkomt, je gaat deze video natuurlijk niet zien, maar als je me tegenkomt, ik hoop dat je hoi zegt. Want ik vind het heel erg leuk om jullie te ontmoeten. Oh mijn god, deze komt ook. Kei oud. Ik wil wel zeggen dat ik het echt mis heb om video's te maken. Ik vind het gewoon heel erg gezellig om met jullie te praten en dat jullie gaan reageren onder de video. En reageer even iets leuks of even een vraag of zo en dan ga ik lekker reageren op jullie comments wanneer deze video online staat. Woehoe! Nou, we zijn bijna klaar. It's time for the famous lipstift. En deze is ook van MAC. Ik heb trouwens alles gezegd wat van MAC is, maar de poeder is gewoon van Catrice All Matte. Mijn wenkbrauw gel is van Anastasia Beverly Hills. Het is een dip. Dit is ook weer dip brown pomade. Dip brow pomade. En deze is van L'Oreal, wat ik zeg. En mijn concealer is ook van. Oh nee, deze is van Essence. Mat concealer, camouflage. Oh, het is bijna op. Zeg maar, ik heb zoveel lips. Zeg maar, zien jullie dat dingetje daar? Dat mandje, zeg maar, waar alles op staat. Daar zitten zoveel lipstiften in. Maar ik draag echt altijd dezelfde lipstift. En dat is Velvet Teddy van MAC. Ik heb ook elke keer dezelfde weer. Dadelijk komt Lil Wayne opeens als special guest. Oh, jongens. We're done. Nou, mijn gezicht zit erop hoor. Ik voel me toch wel echt wakker en ready als ik lekker make-up op heb. Ik vind het echt zo fijn. Maar ik vind echt, I don't care om zeg maar zonder make-up over straat en zo te lopen. Maar ik voel me gewoon nog niet wakker. Ik weet trouwens nog niet wat ik met mijn haar ga doen. Misschien gewoon. Ik dacht misschien om zeg maar zo'n knotje hier op mijn haar te doen. Maar misschien is het ook wel gewoon leuk, gewoon los. What are we gonna do? Because I don't know. Ik wilde zeg maar zo'n. Ik wilde een fanny pack doen. Ik heb 2 fanny packs. Alleen dat staat denk ik niet met zo'n off-shoulder top. Dus ik denk dat ik gewoon mijn handtas ga doen. Wacht. I'm gonna show you. Jongens, help me even. Kijk, dit is dan wel weer jammer dat ik nu geen livestream of zo aan doe. Dan konden jullie me echt helpen. Maar ik heb in de aanbieding deze fanny pack. Ik vind die echt wel cool. Zo doorzichtig met, staat HXDN op zo'n merk. Maar deze, alleen wat dus is met deze. Hij is best wel stroef. Dus hij is, ja, ik zal hem eens omdoen. Maar wat het dus is, kijk, ik vind het dus niet echt top. Ja, nee, ik weet het niet. Dan heb ik in de aanbieding mijn normale fanny pack. Deze leren. Kun je het zien? Ja, deze. Daar dacht ik eerst aan. Alleen, ik vind het dus niet zo heel mooi met zo'n off-shoulder top. Ja, misschien is dit wel een option. Nee? Dit kan. Ja. Kijk, omdat het zeg maar een beetje zo'n
die Drake vibe. Vind ik het wel heel erg leuk om dan met een fanny pack te doen. Maar ik heb ook niet zo'n zin om dit tasje te doen. Dit is wel echt mijn go-to tas van het moment. I love zeg maar dit. En hij is echt gewoon perfect. Alleen, kijk, dit is natuurlijk wel gewoon... Dit vind ik wel beter. Alleen niet voor Drake. Kut. Ik wilde eigenlijk ook gewoon een t-shirt aandoen. Met ketting en dan met mijn fanny pack. Alleen, ja, I'm just not having it. Dus, hè. Ik denk dat het deze wordt. Maar ik vind het niet echt... Ik denk dat het of deze wordt. Of deze. Ja, deze niet, want die vind ik wel... Ik kan hem ook zo doen misschien. Ik ben inmiddels al 41 minuten aan het filmen. Dus dat betekent dat ik deze video ga afsluiten. Ik hoop heel dat je het leuk vond. Dat je het gewoon gezellig vond om lekker met mij te get readyen. En dat je misschien ook zelf aan het make-up aan het doen bent. Ik heb echt over een beetje bullshit gepraat, vind ik zelf. Dus dat ik voortaan gewoon een onderwerp ga doen dat ik daarover ga praten. Maar ik vond het toch wel heel gezellig. Als je deze video leuk vond, dan een duimpje omhoog. En vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Ik spreek jullie later. This? Oké, okay, look at that. Yeah, I still put that down as the road aches. Michael Allen's G-O-D, yeah, right. I don't want them south side G, yeah, right. I make sure that right side east, right side is still. Bad things, it's a lot of bad things. I've been wishing, 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 wishing. Weezy produced it, Weezy and Maybe. She had it down, so she got a Mercedes. Your money records, the Army, the Navy. They ran me 10,000 through it like Brady. The four in the shallow, Tracy and Katie. Trust in my... Don't you forget it. The way you are. That's me. The way you talk. That's me.